Extreme Cowboy Race West-Vlaanderen-België. Om aan Christophe en Lijn en iedereen die geïnteresseerd is een idee te geven hoe dat de parcours van Extreme Cowboy Race eruit ziet. Ik heb ons met allemaal klaargezet, ze staan in haar suite. Als je meedoet met een wedstrijd is het beter om je paletjes mee te pakken en zorgen dat ze hun eigen paddocks kunnen hebben. Ja, water ging er, hooi in de trailer. Het kan af en toe al een keer lang duren. Oké, we gaan nu aan het parcours beginnen. Oké, we beginnen aan een trail, maar een trail die komt pas na het gedeelte in de wei. Dus hier naar beneden starten, omdat je voorbij deze paal bent. Galopperen naar beneden, ja, tot aan de poort. Je verlaat de piste via wat ze noemen een tafel, een trap. Ja. Drie treinbus boven elkaar. Dit is in West-Vlaanderen, dus enorm wat. Tafel over, twee trappen. Andere kant naar beneden. Door naar de weide en het openbaar parcours. Na de trap heb je een stuk van een klein 4, 5, 600 meter waar dat je eigenlijk mocht doorgaan in galop tot aan de bocht dat je daar in de verte ziet. Het is kleigrond, het is enorm glad, dus aan de bocht liefst vertragen. Tweede hindernis van op uw paard. Ballonnetjes kapot schieten, 3 ballonnetjes 5 punten, 2 ballonnetjes 3 punten, 1 ballonnetje 2 punten, 0 ballonnetjes 0 punten. Ja. Hindernis nummer 3, cavaletticus in stap, niet in draf. Hindernis nummer 4, 2 boomstammen in galop. Afstand tot de barrel race is weer een klein 100 meter. Dan komen we aan 5, de barrel race, dat is gekend, hè, driehoekje maken. En dan vervolgens naar die tonnen in de verte. Na de barrel race komen we aan de tonnen, sprongsje erover pakken, richting graf. En kwinder is nummer 7, komen aan de gracht. Spekglad, want bij de verkenning lagen al direct twee madammen op hun gat. Hindernisje nummer 8, hier op deze plank gaat de ballonnen hangen. Met vogelenpiek proberen ballonnen kapot te steken, je krijgt 3 kansen. Hindernis nummer 9, door de willige takken stappen. Ik zal even mijn voeten filmen om aan te tonen. En dan richting vijver. Komen we aan hindernis nummer 9. Fey Luca, kom hier! Normaal gezien was de bedoeling om er door te gaan, maar de paarden zakten te diep weg en geraakten er niet meer uit. Dus moeten we nu rond de vijver. Langs wel. Langs de andere kant komen we uit de vijver, rond de piket, volle galop naar de poort in de verte waar het blauwe emmer aan hangt. Ja. Oké, we zitten aan hindernis 11. Opdracht is eenvoudig, ballonnetje pakken, ballonnetje opblazen en op dat pinnetje kapot slagen. Pats! Wil zien dat uw vinger er niet tussen zit. Vervolgens terug, parcours en nu pas begint een trail. Dus na de weides en de hindernissen op de weide komen we terug aan een trailparcours. Vanaf hier moeten we stappen tot aan de poort. Aan de poort aangekomen, poort open duwen, dus met een tegengewicht. Ja. Niet loslaten, want de poort valt terug op je kop. Vlak naast de poort jas aandoen en volledige ronde in galop rond de trailparcours. Jas terug uit en terug mogen. Deze hindernis is speciaal gemaakt voor als het koud is. Is goed geïsoleerd, dus door de isolatie met uw paard doorstappen. Op naar de volgende. Oké. Boomstam slepen, tot halverwege kegel, paard 180 graden draaien, achteruit voortrekken tot dat boomstammetje achter de boompjes ligt. Na de boomstammetjes sidepass over deze ballonnetjes, sidepass. Na de sidepass slalom achteruit tussen de kegels. Na de slalom onder de tent door, flessengordijn. En ik verzeker u allemaal, dat is hier vettig, hè. Na de tent isolatiemuur door. En het is een muur, hè. Brugje pakken. Smalle doorgang over zeil. 360 spin links, 360 spin rechts. En einde parcours.